Ze zeggen wel eens dat de wereld steeds kleiner wordt. Maar kennen we elkaar daardoor ook beter? Onze correspondenten op alle continenten laten ons hun wereld zien. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. 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 Welkom bij Metropolis. Metropolis. Er zijn 500.000 motorrijders in Nederland. Dat zijn er 6 keer zoveel als in de jaren 80. Motorrijden wordt er steeds populairder in ons land. Maar dat geldt niet per se voor het fenomeen motorclubs. Motor geeft gewoon een stukje vrijheid wat je erbij hebt. Als je klaar bent met werken, kom thuis, stap op de motor. Kan even alle ellende die ik die dag mee heb gemaakt van het werk, kan ik even van me afrijden. Ik rijd mijn hoofd eigenlijk helemaal leeg. Het is ook geen motor. Het is mijn engel. Oh ja? Ja. Bent u ook een engel? Ja. Ja? Zat u daar een engel? Ja, mijn vrouw vindt me een engel dus. Of er zaten daar engels. Ja. Ja. We zijn allemaal engeltjes, denk ik. Oh ja? Ja. Je hebt wat goede en wat slechte, maar wat de rest. Het zijn allemaal engeltjes. Motorrijders hebben niet altijd het meest engelachtige imago. Sommige motorclubs worden in de media afgeschilderd als gevaarlijke outlaws. En in verband gebracht met drugshandel en criminaliteit. Maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Moet je echt zo ruig zijn om motor te rijden? Je hoort hem niet zo wat checken. Dat is wat ik zo moet ook zo gewoon bezwaren. Ik schor je ze meegenomen, sauna is dat ook haast het zo. Ik heb een kuda, een rassen koski, een paiman, hooligan, een naïef, laf, kino, een rassen koski. Biker, een noord. Wacht, ik hier. Wacht, je zou een vader zijn. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. We zijn in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, bij de mannen van de High Riders Motorclub. Dit kleine groepje mannen vormt de eerste en enige motorclub van Armenië. Opgericht door clubvoorzitter Tigran. Tigran probeert zoveel mogelijk doorsnee Armenen aan de motor te krijgen. Want in een land dat niet gewend is aan het fenomeen motorclubs, lopen de highriders vaak tegen vooroordelen aan. Weet ik altijd eerst tegen wat er op terras zit. Ik heb een terrasje eens gepakt. Ik heb een terrasje. Tigran begon zijn motorclub in 1999. Tegenwoordig heeft hij 13 leden. Maar hij weet nog goed hoe het was toen hij eenzaam door de straten van Yerevan reed. Ik heb het niet gezien.
շատերն են այնքան առավելությունը մերն էլի։ Some of them have nice bodies, and you know, if you into tattoos, then hey, they're attractive. אני חושב שאולי יש לו צורך באדרנלין, שאין את הצורך הזה לאחרים. It's nice to have a side of a rough guy, you know, who, you know, physically looks good and all that. So I think more than anything, it's the sexiness that comes with the motorbike. Oh, bhai sahab, rodi mein jo visla, bhai sahab, sir pe dekho. Ye dekh raha hai aapko? Ye motorcycle chalane ka natija dekho, bhai sahab. We gaan naar Indonesië, waar onze correspondent Jamal op misschien wel de meest bizarre motorsubcultuur ter wereld stuit. Hallo Belanda, apa kabar? Saya Jamal, korespondent Metropolis di Jakarta. Saat ini saya bersama Angga Septiansa, salah seorang penggemar Vespa Extreme atau Vespa Gembel. Extreme Vespa is een uniek Indonesisch fenomeen. Een subcultuur van jonge blowende Vespa-liefhebbers die zich zo weinig mogelijk van de maatschappij aantrekken. Hippie-achtige vrije vogels zijn het, die ervan houden om op een verbouwde Vespa tweewielers rond te toeren. Vespa lu nih. Iya bang. Terus lu lagi ngapain nih sekarang? Lagi benerin lampunya bang, buat ntar malam jalan. Vespa-Vespa model gini nih? Dari gua SMP kelas 2. Waktu itu gimana ceritanya? Waktu itu gua ngeliat saudara gua naik Vespa, kayaknya enak banget bang naik Vespa. Bunda. Nih bang, kenalin. Ini gua sama anak gua. Ini siapa namanya? Ini Marlena. Marlena. Cale. Pintar banget. Ayo, duduk bang. Baru mandi ya Marlena? Iya, mau rapi-rapi, pengen ke acara Kerawang. Itu, tapi kalau untuk masih main di Vespa mah, emang saya juga masih mau main di Vespa sama-sama. Emang hobi banget dua-duanya berdua tuh. Makanya kan Marlin namanya Marlina Ganifares, Pak. Karena punya emang sama Angganya jiwanya di Vespa banget. Artinya apa itu? Bob Marley, Angga Ani berpesta. Bob Marley kan reggae kan, cinta damai. Biar dia jadi suka damai juga gitu bedanya. Vannacht gaan Angga en Ani met hun baby een lange tocht maken. Op naar een groot Extreme Vespa Festival aan de andere kant van Java. Zo'n 100 kilometer verderop. Dat doen ze samen met tientallen andere leden van hun Extreme Vespa Club. Bersamaan Sakral, yo man! Take your daddy on a tour. You got something better to do. Stick around the house the rest of your life. You're 18, you can do what you like. You'd be the queen of my highway, my motorcycle mama. You will see the world from my Harley. You will see the world from my Harley. Tadi bangun dia pas di situ lagi ngisi bensin, mau tidur lagi. Sepanjang jalan nggak bangun dia? Enggak dia mah. Kan kena angin, malah kalau berhenti marah dia kadang ya. Ya biarin jangan dibangunin. Tadi yang sama ada di situ. Jadi gimana mereka? Ya paling nunggu sejam dua jam bang tidur baru kita lanjut lagi ke dalam pagi. Nunggu matahari agak terbit dulu. Enggak rewel-rewel ya tadi ya si Mel? Alhamdulillah enggak, sama sekali. Rewelnya kalau lagi berhenti aja rewel, pengen jalan lagi. Kalau dia begitu. En zo gaat de groep weer op weg. Op hun zelfverbouwde Extreme Vespa's, die niet bepaald aan de eisen voor verkeersdeelname voldoen. Malam ini berangkatnya enggak? Karena ngincer enggak macet, bang. Enggak macet, terus juga dari polisi juga, bang. Nah, terus kalau ada polisi nanti caramu gimana, strategimu? Ini ya, juga paling kita rombongan aja, terus jangan sampai misah satu-satu. Pasti harus rombongan terus. Kalau misalnya misah ya pasti kena satu-satu.
Straks zien we of het Anga, Ani en hun clubgenoten lukt om ongestoord aan te komen op het Extreme Trash Vespa Festival in Caravan. Maar eerst gaan we naar Nederland. Waar de trotse motorfanaat Janno niks moet hebben van dat hele clubjes vormen onder bikers. Hij is namelijk een freebiker. Dus. Ik ben dus Janno. Ik ben dus een freebiker. Een freebiker, Harley Davidson rijder. En niet gebonden zijn bij een of andere motorclub. Is dat wat een freebiker is? Dat is de uiting van een freebiker. Ja. En waarom ben je niet bij een club? Ik hoef dat niet. Kijk, je bent verplicht met contributies, verplichte ritten. Je hebt diensten die je moet doen. Dat is in mijn clubje, om het maar even zo te zeggen, is dat er niet. Wij rijden, we gaan genieten. Kijk eens wat voor weer het is. Dit weer, daar moet je die motor aantrappen. Janno's achtergrond is Molux. Noord-Molux, wel te verstaan. Niet Zuid-Molux, zoals de bekende outlaw motorclub Satudara. Maar ik zie wel bijvoorbeeld dat je een support badge krijgt. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat klopt. Het is toch Molux. Ja, maar jij wil er alleen niet bij. Ik wil er niet bij. Als dat zo was geweest, had ik er misschien al lang bij gezeten. Ja. Dit is de Salawaku, wat ik dus ook achter op mijn hesje heb. Ja. Ja. En wat is een Salawaku? Een Salawaku is de parang, de klewang. Ja. En dan is dit de parang die erop zit. Ja, dat kapmes? Het grote kapmes. Met natuurlijk de initialen wat hieronder staat, Maluku Otara. Ja. En bij mij weten ben ik de enige die er helemaal zo onder zit. Ja? Ik heb het nog niet eerder gezien. Nee. Waar is het eigenlijk begonnen met de motor voor jou? Nou, om je heel duidelijk te wezen, eigenlijk bij mijn vader. Ja. Als klein ventje zat mijn vader altijd al op een motor. Als vervoermiddel. Ja, en mijn vader is hier natuurlijk in Holland gekomen met het knul. Ik pak even een foto erbij. Ja. Dit is mijn oude man. En hier was hij nog heel jong natuurlijk. Ja, en op een gegeven ogenblik, ja, dat heeft iets. En hij heeft 6 jongens. En alle 6 jongens hebben een motor onder de kont momenteel. Alles al eens? Oké, man. Goed? Dat is zeker, man. Goed zo. Mooi, man. Goedendag, man. Goedendag, Goedendag, hey. Goedendag, hey. Hoe is het nou? Best. Best, jongen. Hey, Wouter, jongen. Hey. Alles goed? Allebei best. Mooi. Ja, hey. Waarom net dan? Ik zie dat jullie niet allemaal Molukkers zijn, hè? Nee, en het weer is goed. We zijn bijna bruin genoeg, maar we worden nooit Molukker. Maar ik zie wel dat u zo'n jasje draagt. Met, Ja, jasje heb dat is meer voor Janno. En het eiland en het land waar hij wegkomt. Maar waarom draagt u dat dan? Nou, vroeger met elkaar naar school. En verlies je een tijd uit het oog met kinderen en noem maar op. En op later kom je weer bij elkaar praten. En ja, allemaal dezelfde passie, motors. En dan, ja, zo gaat het op later. Kom je weer bij elkaar. Ja. Dus jullie zijn oude vrienden? En familie. Tenminste, zo zien we dat. Ja. Hoi, Wouter. Ja, absoluut. Hey. Alles goed, jongen. Ja, de vader van René, die, dat was een vriend van mijn vader. Die hebben vroeger allebei in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger gezeten. Nou ja, goed. Zodoende rijden we dus samen. Maar voor de duidelijkheid, jullie zijn dus geen motorclub zoals bijvoorbeeld Satudara? Nee. Jullie zitten ook niet in de drugshandel? Absoluut niet. Vrouwenhandel? We roken wel, maar het is gedoogd.
Lekker gereden? Heerlijk, jongens. Ja? Mooi windje erbij vandaag. Even uitblazen. En thuis? Ik zie mezelf nog rijden op de Noordbalukken, hè. Deze gaat mee. Hoe bedoel je? Deze motor die ga ik overbrengen naar de Noordbalukken. En ik ga mijn eigen helemaal van maken tussen de palmbomen. En dat gaat zeker gebeuren, Geus. Viva Valera Maluku Utara! Hutu! Yes! Waar Janno hoopt zich ooit te vermaken tussen de palmbomen op de Noordmolukken, vermaakt Indonesische Vespa-fan Anga zich inmiddels al prima op Java. Hij is met zijn vrouw, baby en al zijn clubgenoten namelijk aangekomen op het Extreme Trash Vespa Festival in Karawang. Udahlah dia menyerah sampai di sini. Gue belajar ekstrim waktu itu. Goblok. Bo, kita sih temu kangen sama yang jauh-jauh yang pernah nggak pernah ketemu lagi, Bang. Temu kangen sama jauh-jauh yang nggak pernah ketemu, baru ketemu sekarang di sini. Bisa ketemunya di acara doang, Bang. Kalau buat anak Vespa selalu damai, Bang. Damai banget. Satu damai, dia cinta kebebasan. Semuanya disalurin tuh Vespanya, ke dirinya, semua. Vespa's worden al sinds de jaren 70 in Indonesië zelf geproduceerd en waren een tijdje de meest verkochte scooters in het land. Daarom zijn er ook veel oude Vespa's in omloop. Extreme Vespa-liefhebbers gebruiken die oude machines als bouwmateriaal voor de meest uitzinnige creaties. Vandaar ook de naam Extreme Vespa. Maar waarom reggae en ska-muziek bij de Extreme Vespa-scene zijn gaan horen, weet niemand. Nee, mijn naam is Anga. Ja, skidding, bang. Maar ik get happy. Tenang aja, maar ik get happy. Mijn sek nggak ada di sini. Sek party nggak ada. Bisa dibilang kan kalau anak Vespa itu kan suka damai, iya, santai. Tapi gue dengar kakak lu tuh meninggal di acara kayak gini, itu gimana tuh ceritanya? Oh iya tuh, Bang. Satu itu juga, kalau buat abang gua Batak, ribut atau apa, dia misahin, Bang. Misahin temen kita dari Jawa Timur, hampir berantem sama panitia. Dan dia misahin, gak mau ngeliat temennya berantem gitu sama anak Vespa. Dia misahin, tapi sayangnya Allah malah yang di atas malah pengennya beda. Malah dia yang diambil, Bang. Ya, lagi nangis, Bang. Nanti Mei sudah gede, terus dia mengikuti gaya hidup ayah ibunya gimana? Boleh nggak? Kalau gaya hidup untuk main di Vespa oke, tapi kalau untuk tato, piercing kayaknya nggak. Cukup ibunya aja sama ayahnya. De Vespa is voor Anga en Ani een lifestyle. Je voertuig is onderdeel van je identiteit. Datzelfde geldt voor de oude Sovjetmotoren, die onlosmakelijk verbonden zijn met de identiteit van het eiland Kinu, voor de kust van Estland. Jonge filmmaker Madi stapte voor Metropolis op een veerpont naar het eiland van de motorvrouwen. Tere Metropolis, mina olen Madis. Ja see siin on värske kajaka siit. Me oleme teel mandrilt Kihnu saarele, sest et räägitakse, et see on hästi pop koht, kus on traditsioonilised rahvariided ja mootorratad käivad käsi käes. Vrouwen in kleurrijke klederdracht die rondrijden op oude Russische motoren met zijspan. Dit plaatje trekt in de zomer veel toeristen. Maar eenmaal aangekomen komt Madis er al snel achter dat de bewoners het niet zo hebben op buitenstaanders die in de herfst naar het eiland komen met vragen over hun motortraditie. We zijn nu in Margele. Ja pidi väga tõukas olema. Marge on üks, kes sõidab aasta läbi mootorrattaga. Ja ta on tõeline patrioot ja koob siin neid rahvuslikke asju. Ja... Aha, näed kohad me olemegi. Mis
asja on minus kinu teha. Mina olen jumala tava inimene, töötu, pielekauba. Ma ei ole mitte ühegi kaameramehest huvitud. Sa filmid praegu... no väga raske on komandrimeestele selgeks teha, et tegelik elu pole lilmitega, tsikliga kihutamine. Kõik on valinud, kellel on võimalik, nii võimalus on mugavama variandi on tautu valinud. Mootorratas on pigem nuhtluseks. Ja läks mööda. Kihnu naine, kes on tõeline Kihnu naine ja tema pole sellega üldse rahul, et temast keegi teeb filmi. Kihnu on siiamani olnud päris raske kogemus. Koerte poolt rünnatud, inimeste poolt rünnatud, ega meil intervjuudki päriselt ei ole. Aga me uurime siin mootorrataste kohta Kihnu kultuuris, mis on hävinev ja mootorratad on ka kadumas tegelikult. Kas läheb? Kus tulid? Tallinnast tulnud. Mis laps sa oled? Tulime vaatama, mis need mootorrattad siin teevad. Avavaks Eesti veeri, avavaks Eesti veeri. Mis see lugu on Kihnast ja mootorratastega üldse? Võib-olla on rikkald. Vähe võtab kütet ning paned oma nutsaka korvi. Aga puukasti on sisse nüüdsi, mis see välja kunda kohab. Kusi otsa saab anda, siis uut Venemalt tõua on auto jõnnaga. Me ei tea, mis saab siis. Het probleem is dat de antieke motoren waar Kihnu om bekend staat hun beste tijd gehad hebben. En veel eilandbewoners hebben het überhaupt gehad met het imago van Motoreiland. Tijdens het tanken komen Madis en zijn ploeg Margen weer tegen. Dit keer lijkt ze een beetje ontdooid en mogen ze haar wel filmen. Margen on ainuke, kes käib tankimas oma mootorratas siin või on teisikin. Naisi või? Naisi on vähe. Ühte me tea veel peale. Ja kõigil on nagu ettekujutus see, et Kihnu naised kõik sõidavad mootorratastega ja suits. See on nüüd külasta Eestit. Pilt ongi ees. No. Kogu päeva suured tuulegeneraatorid pandid ühese ning tasi vasta päeva. Me oleme kõik päevapõlel, väsül, käterätik oli mootorratta korvis, igipühki, milvipühkis vahepeal meol. No nagu ongi ettekujutus on teha. Tegelik elu ju pole seokam. Kihkased on neljarattalitse vastu, ära vahetab selle sõiduvahend. Reetu, ära ole kuri, aitab, tubli. Reeti, tulge nüüd kõrga süüme. Lapsed, tule, tule nüüd. Prantsus Aagiri kirjutas, et elab siia üks imelik kogukond ühe saare peal, kes sõivad ülge putru igepäe ning seal oli veel mingit, ma ei tea, mis asja me süüma pidime. Ning siis tekib tõrge, et kui tuleb mingi kaameraami ja sondi neid tahab kinu teha, aru saam võib olla, kui ma seoka, et päevad läbi ainult mootorratta selges sõdama, on tea sihitult kusagil edeku tahakuvad, see tekitab küll tõrget, noh. Jah, sõidame veel mootorratastega, kui on ning on töökordes, aga tegelik elu on karm ju. 3 kuud on turismihooaega ning see mitte kudagi ei kata mitte kõiki kulusid alvaks, sest 9 kuud on teipõlõd. Siis proovid, kas käivitud selle sademid. Kihnu raakt steeds leger. Jongeren trekken weg van het eiland en de traditionele motoren verdwijnen. Margen is een van de laatste. Aga mis sa arvad, kui me 20 aasta pärast tuleme Kihnule, enam ei ole mootorratta? Ei, ei, nad ei püsigi na kaua. Vajavad juba igasugu teevitus nii asju. Vrouwen op Kihnu zul je dus steeds minder vaak op een motor zien rijden. Maar Nederlandse mannen juist des te vaker. En het kopen van die motor is vaak een ware jongensdroom. Een jongensdroom die we pas uit laten komen als we zo'n beetje halverwege ons leven zijn. Voelde zich jonger de dag dat u hem kocht? Ja. Oh ja? Ja. Hoeveel jaar jonger? 15 tot 20 jaar jonger. Echt waar? Ja. Je voelt je op een gegeven moment een klein beetje ouder worden als je 50 gepasseerd bent. Maar dit is gewoon weer het idee van vroeger. Fysiek ook? Voelde zich beter? Ik ben
fysiek er ook weer vooruit gegaan. Oh ja? Jazeker. Hoe dan? Ja. Nou, doordat we weer naar de sportschool gaan en al dat soort dingen meer. En, ja. Door die motor? Ja, je moet het wel op de weg zien te houden allemaal natuurlijk. Ja, dus het maakt je echt jonger. Het maakt je wat jonger, ja. Prachtig, dat je als man op leeftijd jonger raakt van het motor. Maar een snelheidsduivel die niet wil wachten tot zijn midlife crisis, kan natuurlijk al op jonge leeftijd een scooter kopen. Hi, la trick ma gueule. Peu d'espace, mon y arrive toujours. En mieux, on garde l'espoir. We zijn in een van de armste buitenwijken van Parijs. In de schaduw van de flats van de banlieue Pantin ligt de garagebox die als vaste hangplek en werkplaats van Corbeau en zijn vrienden dienst doet. En gros, j'ai fait un accident, j'ai eu le pied droit qui s'est retourné, qui est venu carrément derrière. Je suis tombé dans le coma pendant une semaine aussi. J'ai fait un accident sur l'autoroute, mais j'ai pas arrêté parce que voilà, c'est une passion. En die passie gaat diep. De scooters van Corbeau en zijn vrienden zijn bovendien geen normale scooters, maar opgevoerde straatracemachines. Dis-lui. Quoi de la mécanique, tu vois tous les outils là, ils sont là par terre mon vieux. Il est prêt quand tu penses tu vas le préparer quand là? Bientôt, direction Vincennes. Aïe aïe aïe. Pour les rodéos, ça va être un petit proto celui-là. On va pas se vanter dire des scooters de compète, mais on en fait un minimum des bonnes machines de course. Eén keer per maand gaan de jongens met z'n allen naar de Rodeo in Vincennes. Een nachtelijke bijeenkomst van jonge scooterliefhebbers. Ça va, c'est stable derrière. Ouais. Ouais, je suis en forêt. Bien encore. Forêt, bien encore. Ok, bien. Ah, tu le vends pas le runner, Andro? Combien? Ah ouais, c'est trop. Ça va. 120. 120 la mise là? Non. Arrête. Alors je prends 130. Mais au compteur, il y a pas marqué 120 là. Stunt rider, le cavalier sa monture, tonnerre mécanique, le pot des chakras, des flammes grondent, opère à plusieurs au seul tout, défi poil gant, warrior winning, première figure, ça en iront, méfiez-vous, Igor Rider et leur brûlure, glaive à la ceinture, Matrix, nouvelle saga, Batmobile, moto, grave, le mur, mon jardin, dans la dark night, ma justice ne porte pas de masque, de mise au gris, que personne ne brise son casque, machine. Oui. On allait s'arrêter en fait. Oui, bien sûr. Sauf que le feu était un peu rouge quand même. Oui, bien sûr. Par contre, vous l'avez pas entière la carte grise? Eh ben, j'attends la carte grise qui arrive là dans 2-3 jours, qui doit arriver. D'accord. L'assurance, vous l'avez? Ouais, mais par contre, j'attends le nouveau contrat avec la nouvelle attestation qui va arriver. Qu'est-ce qui me prouve? Je sais pas, mon honnêteté. Vous voulez que j'enlève mon casque et je vous montre mon visage? Je vous ai donné mes papiers, je me suis arrêté. Allez, pour cette fois, ça va passer. Ah, c'est cool, monsieur. Tu filmes et tout. Super. C'était super. Oh, ouais, tout filmé, hein. Super, bravo, monsieur. C'est ça que j'aime. Sérieux, l'assurance, tu l'avais? Non, j'ai pas d'assurance. J'ai rien du tout, ma gueule. J'ai rien du tout, mec. Je viens juste d'acheter le scooter, j'ai pas d'assurance. La disquette, tu connais, ma gueule. Il faut filer dans le truc. Ah oh. Iets later dan de rest komt Corbeau aan op de Rodeo. Het crossen, doorgassen en lekker stoer doen met je opgevoerde scooter kan beginnen. C'est là où on peut pousser le moteur, c'est là où on va savoir où la performance de tout ce qu'on a fait pendant tout le mois ou même toute l'année où on s'est pris la tête sur les pièces, etc. Tiens, regarde ce qu'il fait. Regarde, regarde. C'est quoi là? Il y a une course. Het straatracen op de Rodeo blijft nooit lang onopgemerkt. Heb je controle de la routine? Dus een groot deel van de avond komt neer op een kat-en-muis spelletje met de gendarmerie. Ouais, mais là c'est vite fait ça, ils contrôlent après, ils vont se casser, on va refoutre le bordel là. Mais non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah ouais, ça fait longtemps ça. Thank you for watching this video. This documentary was a part of a series called VPRO Metropolis.
please subscribe to VPRO Metropolis to see more. For example, watch this recommended video.